mede GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek Nieuws. Het meest opvallende gamingnieuws voor jou hier op een rijtje gezet. Ik ben Jim en dit waren de headlines van de afgelopen week. De nieuwe Xbox komt eraan. Microsoft heeft bevestigd dat zij op 21 mei een conferentie zullen houden waarin de nieuwe console officieel onthuld wordt. De Xbox 360 kwam in 2005 uit, dus wordt het wel hoog tijd voor een opvolger. Hoe de nieuwe gaat heten is nog onduidelijk. Xbox 720 en Xbox Durango worden nog steeds gebruikt op het internet. Op de uitnodiging die Microsoft naar de pers heeft gestuurd staat enkel Xbox. Het gerucht gaat dus ook dat de nieuwe console enkel Xbox gaat heten. En over geruchten gesproken, de geruchtenmolens zijn natuurlijk overuren aan het draaien over wat deze nieuwe console gaat brengen. Volgens Microsoft gaat het om een new generation of gaming, multimedia en television. Wat dus sterk hint dat de Xbox vooral een multimedia machine gaat worden. Onze voorspellingen binnenkort hier op GamerGeeks. Op 21 mei weten we dus met alle zekerheid wat deze Xbox gaat brengen. Nintendo gaat dit jaar geen grote persconferentie houden bij de E3. De E3 is de Electronic Entertainment Expo, de grootste gamingbeurs ter wereld. Hier worden de grootste titels aangekondigd en erg grote uitgevers zoals Nintendo, Sony en Microsoft houden altijd een persconferentie om de gamers lekker warm te houden. Het bedrijf achter de 3DS en de Wii U doet hier dus niet aan mee. Zij zeggen zelf dat ze zich meer willen focussen op de Nintendo Direct. Dat zijn vooraf opgenomen presentaties waarin Nintendo hun titels aankondigt. Vorige week hield Nintendo nog een Nintendo Direct waarin onder andere de 3DS games de nieuwe Zelda en Yoshi's Island werden aangekondigd. Jim van GamerGeeks heeft een uitgebreide vlog gemaakt over het verdwijnen van de Nintendo persconferentie. Deze is uiteraard te zien op GamerGeeks.nl. Ratchet & Clank krijgen een eigen animatiefilm. Sony Computer Entertainment heeft een teaser trailer gereleased waarin de personages Ratchet, Clank en Quark te zien zijn. Alle drie worden ze vertolkt door de originele voice actors uit de game. De regie en het script zijn in handen van medewerkers van Insomniac Games, de ontwikkelaar van de serie. De Ratchet & Clank serie begon in 2002 op de PlayStation 2 en werd na een aantal games al gezien als een van de mascottes van de PlayStation. De nieuwste game is Ratchet & Clank Full Frontal Assault en is al uitgebracht op de PlayStation 3. Een PlayStation Vita versie volgt nog dit jaar. Ratchet & Clank The Movie zal in 2015 uitgebracht worden. Tot zover deze editie van het GamerGeek Nieuws. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Mail ze dan door naar redactie@gamergeeks.nl. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter. En subscribe op ons YouTube kanaal via www.gamergeeks.nl. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek Nieuws.